dreams to remember. Romario gaat weg. Dat is beter voor hem en voor PSV, zegt hij. Maar het plezier in het voetballen is hij nog niet verloren. Dit is de Romario Special. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. De leerling is Peter Hoekstra. Alsof het strand van Rio is. Maar de Romario Special heeft Hoekstra inmiddels onder de knie. En dit trucje, dat kent Romario van Hoekstra. Die het dan ook Peter beheerst. Een Japanse voetbalclub komt speciaal voor hem. Gelukkig heeft de Braziliaan een goede bui. De Bulgaarse televisie wil een interview. Dat kan. Hans Westerhof speelt voor Tolk, wat weliswaar sympathiek is, maar wat we Capello of Cruijff niet meteen zagen doen. Natuurlijk willen de Bulgaren graag weten of het Romario eigenlijk wel bevalt in Eindhoven. Hij heeft het eerst tevreden hier. Ja, ik ben langlopend contact met een club, dus 96. Dat denken althans de opgeluchte inwoners van Bulgarije. Laten we even luisteren of Tolk Vermeegen hetzelfde hoort. Ga je hier blijven eigenlijk? Ga jij bij PSV blijven? Nou, weet ik niet. Ik wil weg. Je wil weg? Ja. Dat is zeker. Ja. En waar gaan we naartoe? Nou, weet ik nog niet. Zullen we mooi. Ik hoop dat we in warm land. Een warm land? Ja. Dus dan moeten we aan Italië denken. Italië, Spanje, even niet Portugal. Oh, dat is nog makkelijker voor je, ja. In het Portugees. Klopt. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, veel te koud hier. Is het veel te koud. Ja. En je moet ook denk ik toch wel betere voetballers om je heen hebben. Klopt. Hoorde ik dat nou goed, beste sportvrienden? We gaan even heel snel terug naar Eindhoven. Veel te koud hier. Is het veel te koud. Ja. En je moet ook denk ik toch wel betere voetballers om je heen hebben. Klopt. Je hebt Dick Advocaat gedaan. Ja. Check. Je hebt Romario gedaan. Ja, check. Dan kan je nu naar Beenhakker. Zaterdagavond ook waren, laten we nog even de nieuwe, maar nog niet gedoopte Romario-tulp zien van kweker John Boots. Zo'n tulp moet gedoopt worden in het bijzijn van de naamgever. Ik weet niet, kun jij dat goed openmaken? Ben jij dat goed? Goedendag. Nou, oké, dan moet het er overheen. Hebben ze mij verteld? Zo, wij dopen nu officieel Romario. Hij is gedoopt, hè? Is dat leuk of niet leuk? Gaat Romario nu naar Valencia of naar Barcelona? PSV probeert uit deze situatie te slepen wat er uit te slepen is. Wat hebben ze nu gevraagd dan? Ik hoor 15 miljoen of zo. 15 miljoen? Ja. Ben jij 15 miljoen vroeger? Hoeveel meer waard? Hoeveel meer waard? Ik denk 10 is genoeg. 10 is genoeg? Ja. Cruijff heeft gezegd, Romario kan de beste voetballer van Europa worden, maar dan moet hij discipline hebben. Heb ik wel. Heb je dat? Ja. En wil jij graag de beste voetballer van Europa worden? Heel graag. Met Cruijff? Met Cruijff, ja. Dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn, hè? Dat shirtje is wel mooi van Barcelona, hè? En ik ook. Oeh, in het stadion. Mooie kleur, hè? Mooie kleur, in het stadion. Dat is wel hard voor jou, hè? Ja, zeker weten. En het is 1-0. Dat kan Romario niet op zich laten zien op de paal. Dan gaat hij weer. En nu schiet hij hem erin. Het is 1-1. De scheidsrechter weer in de weg. Traditie getrouw, dat gebeurt hem nogal vaak de laatste tijd. Schaartje. Voor de tweede keer op de paal. En dat is nummer 3. Het had al 4-1 kunnen staan, maar het staat 1-1. Nu valt aan en scoort. 2-1.
2-1 voor de middenvelder, die hier weer moet verdedigen tegen de beste aanvaller van Europa. En dat lukt. Komt Buurman weer? Iets te mooi. Maar ook Romario lukt zo'n trucje niet altijd. Daar gaat Buurman weer. Romario verdedigt heel fel. Dat zien we niet altijd. Buurman valt aan, hij dreigt. Romario laat zich niet in de luren leggen, de bal loopt vast. Buurman pikt hem op. En nou weten we niet of dit een lullig of een slim doelpunt is. Maar Buurman wint met 3-1.